Maar in het menselijke vlak vind ik het knap om als je zo met zoveel duizenden en duizenden mensen, miljoenen mensen zeg maar, kunt boeien, dat je dan toch zegt, nou, ik heb het gehad. Je hebt ervan genoten in de loop der jaren? Enorm. Ik vind het een geweldig fenomeen. En ook als mens een bijzonder aardige man. Kijk, als je bijvoorbeeld... Dit is een teken van bescheidenheid eigenlijk. Want roem is vlijend voor de mensen. Mensen die beroemd zijn, die worden daardoor gevleid door het publiek. En die kunnen niet buiten het publiek leven. De bekende, the show must go on. En je moet heel clever zijn om te zeggen, nou... En ook zeer bescheiden zijn, en dat is hij, want ik heb daar ervaringen mee. Ik ken hem niet zo goed, maar ik heb hem eens een keer meegemaakt in Antwerpen toen we daar speelden. En dat hij om een kaartje vroeg. En s'avonds na de voorstelling, als een jongetje buiten op de stoep stond te wachten. Bijzonder bescheiden man, die echt waar ik... Zullen hem missen, Toon? Zeer zeker. En dan nu, dames en heren, de beloofde samenvatting. Terwijl de grensrechter door het beeld heen loopt en terwijl de Bayern München spelers door het beeld heen lopen. Nogmaals de samenvatting van de wedstrijd Ajax tegen Bayern München. U krijgt commentaar van Herman Kuiphof. Driemaal was hij de beste voetballer van Europa. 71, 73 en 74. Tweemaal topscorer van onze eredivisie. Hij maakte daarin 190 goals. Zesmaal landskampioen met Ajax. Driemaal winnaar van de Europa Cup. Eenmaal van de Supercup. Eenmaal van de Wereldbeker. Ik zou nog wel even door kunnen gaan zo. Maar het is... genoeg, dacht ik. Krol. Breedte paas ligt Tahamata, achteruit gelegd. Krol. Diepte paas was bedoeld voor Cruijff. Opgevangen door Hartsman. Breitman. Hele fraaie diepte paas. Eversen. En daar is hij. En de voorzet. Mooie entree van de man die afscheid neemt. Corner Lalin. Neuts tegen. Erkens. Hele verre trap. Richting Gerd Müller. En verdedigt schietkans en scoort. Schitterend. Waarvan we ons iets anders hadden voorgesteld. Die veel mooier had kunnen en moeten zijn. Dat bij deze 0-8 stand. En in een laatste wedstrijd in Nederland. Waarin hij al wordt hij hier ook gehuldigd. Niet heeft kunnen schitteren. Nico Scheepmaker heeft van hem geschreven. Hij dribbelt door onze dromen. Maar de man die vanavond... door de werkelijkheid heen ging met fameuze dribbles. Dat was een ander, dat was Karl-Heinz Rummenigge, een 22-jarige Duitser. Niettemin, zijn hele loopbaan overziende is het natuurlijk uiterst verdiend dat Cruijff hier nog een keertje wordt toegejuicht. En dat hij hier gehuldigd wordt en het veld verlaat. Een grootse carrière is dan toch nu ten einde gekomen, al zal hij nog een keertje... met de Cosmos in New York spelen, vermoedelijk in het komend voorjaar. Maar wat Nederland betreft is het afgelopen. Het is jammer, vadertijd staat niet stil. Ook niet voor het grote talent Johan Cruijff. Vergezeld door stadiondirecteur Otto Roffel. En ondanks alles toch breed lachend, zwaaiend met bloemen en krans, gaat hij hier naar de kleedkamer. Afscheid van Johan Cruijff. Rummenigge.
En hier komt het eindsignaal. Een enorm lawaai breekt nu los, een oorverdovend gefluit. En ik kan het me begrijpen. Ajax heeft zijn roemruchte Cruijff niet de entourage kunnen bezorgen die hij verdiend had. En is zelfs zeer smadelijk met 8-0 ten onder gegaan. Tegen een Bayern München dat bij de rust met 2-0 leidde. En dat daarna eenvoudig heen liep over een zeer zwak verdedigend Ajax. Vooral Karel-Heinz Rummenigge hebt u zien uitblinken. En zo werd het een beschamende, voor Ajax beschamende, 8-0 nederlaag. Ja, dames en heren, daar zijn we dan in de kleedkamer van Ajax. Na afloop, u begrijpt de stemming. De bloemen zijn er. Johan Cruijff is er ook. Ik vond het eigenlijk erg om hem lastig te vallen. Johan, wat gaat er na zo'n deceptie, behalve rode bloedlichaampjes, nog meer door je heen? Nou, het is natuurlijk teleurstelling. Maar meestal op dit soort momenten ga je een beetje cynische humor zoeken. En dan denk je, nou goed, de eerste wedstrijd voor uitgespeeld en weer verloren. En de laatste ook. En gelukkig lag er genoeg tussen. De eerste wedstrijd was 16 november, 64. 3-1 nederlaag uit bij GVHV. Ja, dat klopt. En jij scoorde? Ja. Nu werd het 8-0. Je vroeg net aan mij, hoeveel is het geworden? Ik was het ook uitgeraakt. Wist je dat niet? Nee, ik was het ook uitgeraakt. Maar er zoveel. Heb je ooit zo'n grote nederlaag geleden? Ik meen dat Ajax eenmaal met 9-4 bij Feyenoord verloren heeft. Ja, dat was ook een van mijn eerste wedstrijden, geloof ik, in het Feyenoordstadion. Die heb ik ook meegedaan. Maar je bent toch redelijk lachend een paar minuten voor het einde deze kleedkamer binnengekomen, Johan. Ja, je moet er dus geen treurspel van maken, want het is die hele dag niet na. Maar dat het dus jammer eigenlijk voor ons is. Is het jammer voor al die mensen die dus hebben zitten kijken. Mensen die er waarschijnlijk heel veel van voorgesteld hadden. En ik heb dus gezegd, oké, ik heb er zelf ook veel van voorgesteld. Iedereen eigenlijk. Dat het zo gelopen is, niet alleen voor mij. Maar het is eigenlijk voor iedereen een deceptie. Het blijkt voor de zoveelste maal eigenlijk, Johan, dat het in het voetbal eigenlijk nauwelijks wat te dwingen valt, hè? Er valt nooit wat te dwingen, nooit wat te voorspellen. Ik zie dus ook dat als je moet dus altijd een team hebben. En dat is dus het belangrijkste in het voetbal. Daar hadden wij dus, ja. Dat is geen excuus of zo, maar we hadden dus in principe afgesproken om een leuke wedstrijd voor het publiek van te maken. Zoals zeggen, niet op de man spelen, leuke balletje laten lopen, kijken of we wat mooie dingen, wie dus het voetbal hebt, dus waar konden maken. Maar goed, de tegenstander dacht er dus niet over. En voordat je dus om kon schakelen, stond gewoon 3-0 niet. Ja. Ik had het idee dat Bayern München, dat kan ook wel kloppen gezien in het verleden, hier een beetje op wraak uit was vanavond. Dat zou kunnen. Ik kan me niet herinneren ooit van Bayern München verloren te hebben. We hebben hun ook een keertje afgeslacht in een vriendschappelijke wedstrijd in München. Ja. Dus het kan dus gebeuren. Ik weet ook dat je in wezen ook al tegen deze wedstrijd opzag, hè? Nou ja, zo voor opzag. Je denkt dus dat je een grote competitieachterstand hebt. Nou, dat is wel gebleken. Met de bal is het dus, gaat het allemaal wel. En erbij, dit is wat ik zeg, als je dus regelmatig in zo'n elftal zou spelen, zou je elkaar makkelijker kunnen vinden. Dat is natuurlijk ook logisch, dat is ook normaal. Johan, grote toespraken voor de wedstrijd. Je bent de bondsridder geworden. Als er één verdient, dan verdient jij het. Voorzitter Harms heeft gezegd, je wordt nou man van het bedrijfsleven. Hè? Dat is tegenwoordig bij vele mensen. Ben je dan verdacht, hè? Ja. Nou ja, wat ik dus zeg, toekomend. Laat ik zeggen dat ik eerst me aan het oriënteren ben. Kijken wat ik dus in de toekomst ga doen. En op een gegeven moment zal het dus wel wat komen. We zijn dus wel met een paar dingetjes bezig, maar... Net wat ik zeg, ik ben het nog eigenlijk aan het oprichten. Omdat je kan nooit natuurlijk in 6 maanden tijd met voetbal ophouden. En dan al met de meeste mensen denk ik natuurlijk een superzaak om te zijn. Want dat is natuurlijk onmogelijk. Je moet het dus zien als een aanloopperiode. Nou heb ik in de vele interviews gelezen dat jij zei, ik wil op tijd stoppen. Want ik wil al die mannen die ik op de tenen getrapt heb niet de kans geven om terug te slaan. Heb je zoveel mensen op de tenen getrapt? Nou, het is genoegzaam bekend dat ik vrij veel problemen gehad heb. Als ik dus zie, zoals bijvoorbeeld Ajax, pers, de mensen gereageerd hebben, kan ik dus niet zeggen dat ik dus, was waarschijnlijk de veronderstelling dat ik dus dacht op tenen te hebben gestaan en daardoor problemen zou kunnen verwachten. Door deze reacties heb ik dus, heb ik het misgehad. Want het is dus enorm zoals die mensen zich dus zich hebben laten gelden, op elke manier, iedereen.
Het is alleen jammer dat het dus de finale eigenlijk zo slecht was. Ja, het begin was slecht, het eind was slecht, maar daartussenin liggen glorieuze jaren. Johan, als ik hier aan het eind van jouw carrière toch nog even over moet hebben, er wordt druk op de ruiten gebonst nu. De memoires van Guus Broks, die zijn uit, voor een gedeelte in de krant althans. En daar komt op een gegeven moment ook het verhaal in voor dat jij in het begin van de 70 jaren bijna Feyenoorder was. Ja, klopt. Klopt dat? Klopt. Hoe zou dat dan gegaan moeten zijn? Want je mocht niet naar een Nederlandse club. Nee, hoe dat precies, inderdaad is al een tijd geleden, hoe dat precies met elkaar zat, weet ik niet. Of niet meer. Als iets met... Beerschot? Een soort wisseling, ja. Hoe dat exact zat, weet ik niet. Maar in ieder geval was er een of andere wisseling mogelijk. In de statuten die toen dus veranderd waren. Volgens Broek zou je dan eerst een tijdje naar Beerschot gaan. En dan zou Feyenoord jou weer van Beerschot overgenomen hebben. Ja, dat was geloof ik het idee, maar... Tussen de ideeën en tussen de praktijk is natuurlijk een, een levensgroot verschil. Dat wil zeggen, doordat ik ruzie had, krijg je dus het idee om weg te gaan. Die ideeën waren dus vrij serieus. Maar op het moment dat je dus het puntje bepaalt, je komt dat je dus moet zeggen, oké, ik ga bij Ajax vandaan, ik ga dus naar Feyenoord toe. Dan vond je die stap maakt als dus Ras Ajax ziet. Als dus iemand die er al zoveel jaar loopt, is dat gewoon erg moeilijk. Dus inderdaad, was dus de mogelijkheid aanwezig, maar ik geloof, het is niet gebeurd. Ik geloof nooit dat het ooit gebeurd had. Laat je nou mensen in de voetbalwereld achter waar je een blijvende rancune mee hebt, Johan? Nee, nee. Je moet deze periode afgesloten. Ik heb het verschrikkelijk fijn gehad. Heel erg fijn gehad. Misschien kan ik ook nog eens een keertje iets terug doen. Op welke manier weet ik niet. Maar ik heb het alleen maar heel prettig gehad. Het heeft mij enorm veel gekost. Natuurlijk wel logisch. Ik heb alles gegeven. Ik kan zeggen ook, ik heb alles gekregen. Hier betoon, dank. Alles eigenlijk. Kon je eigenlijk goed tegen kritiek? Ja, vrij goed. Alleen ik had een andere mening. Dus wanneer er kritiek gegeven wordt, was ik het er niet mee eens. Want hun dachten dat ze geen kritiek moesten geven, had ik kritiek. Ja. Johan, Boersma weg, Kuiphof weg, Cruijff weg. Het wordt stil in Nederland. De oude garde gaat weg, jij wel zeggen. Nou, maar zoals het in het voetbal altijd geweest is. We praten nog wel eens over Vaas Wilkes, Abel Lindstein, een Hollander, om hem maar drie te noemen. Bakhuis. Bakhuis. Ja, maar de linkleggend voetbal en meteen reporters. Ach, het is allemaal een komen gaan en ik geloof dat het circus blijft wel draaien. Oké, Johan, namens de vele voetballiefhebbers nogmaals, ook namens de verslaggevers die aan jou vaak, ik denk aan jouw goal die ik mocht bejubelen in Den Haag jaren geleden. Die aan jou zo'n geweldige man hebben. Ik wens je namens iedereen allerbeste. En ik hoop dat het je goed gaat in je verdere leven. Dank je wel. Wel, dames en heren, dat was het dan hier vanuit de kleedkamer van Ajax. Johan Cruijff, desalniettemin niet al te erg teleurgesteld. We gaan een groot man missen in de komende jaren. Ik heb het al gezegd, het wordt stil in Nederland. Boersma weg, Kuiphof weg, Johan Cruijff weg. Wij ook maar weg, zouden we willen zeggen. Maar we zijn er weer aanstaande zaterdagavond met het Concours Hippique. Vanuit Hilversum. Wat de sport betreft, dank voor je aandacht. Graag tot dan.